Hallo, hier is Kingo, terug bij Spoor. Welkom terug, jongens. Nou, waar we waren achtergebleven in de vorige episode, we hebben dus in de vorige sessie, dus een aantal episodes terug, daar heb ik een heleboel dingen gedaan, een heleboel planeten gezocht, heel veel sterren bezocht, heel wat nieuwe rassen ontdekt. En ja, jongens, waar we gebleven is, we hebben dus een nieuwe, altaar gemaakt, we hebben een handelsroute gedaan, dat was het laatste wat we hebben gedaan, ja. Yeah. En op het moment hebben we volgens mij geen missies, dus laten we even vragen of we een nieuwe missie bij ons eigen ras kunnen vragen. Ik denk dat dat wel een leuk idee is. Oh, en we hebben meer roze specerij. En oh, ons ding is vergroot. Dat was ik vergeten, dat we dat inderdaad nog hadden gekocht in plaats van een episode. Oké, nou. Anyway, laten we even gaan praten of we dan nog iets hebben. Goed, kapitein. Oké, leuk je te zien. Even kijken, eerst even kijken of bij de handel iets nieuws is, zoals we zien. Niet echt. Ja, we kunnen uiteindelijk deze ding kopen, maar dat is pas voor later. Of het spel hervatten. Tot ziens. Ik wil dan een missie. Even kijken voor een missie. Zo. Ik mag meer leren. Oké, we kunnen dus nu het heelal verkennen. Rijk uitbreiden. Contact met andere rassen. Ik wil ons rijk weer uitbreiden. Ik wil ten strijde trekken meteen een ander rijk. Dat is iets wat we kunnen doen. Maar we hebben op het moment nog geen enemies, hè? Of nog niet echt. Oh ja, we hebben wel enemies. Dat is dat paarse. Dat is van onze enemies. Even kijken, het heelal verkennen. Op jacht naar artefacten. Ik wil een planeet verven. Lol. Planeet verven. Ik denk toch dat we dan dat ene gaan doen. Wat even contact maken. Bondgenoot. Ten strijde trekken. Ik denk dat ik ten strijde wil trekken. Dus laten we dat maar gewoon doen. We kunnen hier momenteel niet richting dat doel. Wij zien uit dat het niet mogelijk is. Oké. Okay. Dus dat gaat niet. Heelal verkennen. Op jacht naar artefacten. Planeet verven. Doen we dat maar. Even kijken. 10.000. Planeet verven. Even kijken hoe het dan in elkaar zit, hè. Geïnteresseerd in het mooie maken van het melkwegstelsel. Onze wetenschappers hebben gereedschappen ontwikkeld die je op weg helpen. Neem deze planeetkleurgereedschappen en gebruik ze op een planeet. Deze van de kleur van het planeetoppervlakte. Cool, hè? Ja, klinkt wel leuk. Ja, oké. Okay. Je moet naar een andere planeet reizen om deze gereedschappen te gebruiken. Elke planeet is goed, behalve de onze. Lol. Oké. Okay. Nou ja, het is echt wel. Nee, grapje. Gebruik ze maar ergens anders. Oké, okay, is goed, joh. En, we kunnen roodkleurige hemel. Dag. Oké. Okay. Nou, dus wat moeten we doen? We moeten dus gebruiken het paarse terrenkleur. Wacht, paars. Oh, wacht. Oh ja, we hebben andere. Oké. Okay. Dus we hebben nu dus een aantal dingen gekregen bij hier de planeetkleurgereedschap. En daarmee kunnen we dus planeet helemaal aanpassen in ons eigen stijl. Dus wat ik wil gaan doen. Ik wil deze planeet. Gaan we daar een keer wat aanpassen. Want deze is nu blauw met groen en de lucht is ook blauw. Dus laten we dat maar eens gaan aanpassen. Dus gebruik het paarse terrakleurgereedschap op planeet. Dus oké, dan hebben we de terraform, paars en boom. Dat is goed, dus wordt het land nu paars. Oh, wauw jongens, moet je kijken. Holy crap. Oké, nu moeten we diep blauwe zee gebruiken. Dus als dit, dus waarschijnlijk wordt het Nederlands ook blauwer dan. Of het moet al... Nee, van mij het was al diep blauw. Oké, goed. En dan moeten we het roodkleurige hemel doen. De hemel wordt rood. Oké, jongens. Dus schiet. En dan wordt de... Oké. Nou. Planeetkunsten naar 1 verdiend. Terra Kratos en Terra Heuvels. Oh, cool. Dus jongens, we hebben de planeet nu in ieder geval paars gemaakt. Daar komt het uiteindelijk gewoon op neer. Moet je kijken. Oh, wauw. Het ziet er best vet uit. Oké, we hebben dus nu een paars planeet gemaakt, jongens. Yeah. Oh, man. Nou, laten we even kijken. Graag gedaan voor ik ga. Oké, bla bla bla. Of laten we, kan we iets handelen? Nope. Wat ik dus wil doen, ik wil eigenlijk op een of andere manier geld verdienen. Zodat ik meer van die koloniedingen kan kopen. Meer van, ik wil gewoon heel wat kopen. En daarvoor hebben we geld nodig. Dus ik denk dat dat wel een van de eerste dingen is dat ik wil gaan doen. Maar daarvoor moeten we dus een beetje weer gaan handelen. Een beetje gaan praten met allerlei rassen. Dus er is hier een blije ras waar ik dus in principe wel naartoe wil. En oh wauw. Frequente vlieger. Oeh, nice. En een nieuwe badge. Yeah. Gefeliciteerd, je hebt de titel van commandeur verdiend. Hey, vloot van bondgenoot is nu ruimte voor nog een schip. Oh, dit is trouwens hetzelfde. Oh ja, dat was hetzelfde van... Weet je, dit is precies hetzelfde als met de stamfase. Dat je gewoon bondgenoten kan vragen om niet mee meereizen dan. Dus op zich is dat wel vet. Misschien hebben we dat zo meteen wel gaan doen met een ras. Dit ras of dat ras. Dus maar ik wil eerst naar dit ras kijken. Dus we gaan eerst naar daar. En oh, hier zit iets. Oh. En we krijgen een bericht. Oh, we krijgen een bericht van dat van onze vrienden. Oké, wat is je? Je nummer is getrokken in onze leuke loterij. Je wint...
Dank je. Wauw, dat is fucking ziek. Oh, dan gaan we loterij. Ik ben niet eens bij ze geweest, dus ik heb een loterij gewonnen. Wat is dit? Oké, nou, ze zijn belachelijk vriendelijk. Nou, laten we even praten. Hallo. Goh, leuk je te zien. Handelen, heb je iets leuks? Oh, wauw. Die kopen dit niet in voor veel. Oké, maar even kijken of ze een missie hebben of zo. Maar goed, missie. Ik zoek een opdracht. Heb je een opdracht? Even kijken. Het spijt me dat ik zo'n matte persoon als u moet storen, maar helaas moet ik u melden dat het wezen Sheppa in onze dierentuin onlangs is gestorven. Oh, arme Sheppa. Als ik de dierentuin een nieuw exemplaar bezorg, maak ik kans op een nieuw contract. Mogelijk kun je me met het oog hierop een van deze dieren bezorgen. Oké. Even zien. Dank je, dank je. Ik kan me nauwelijks binnenhouden. Wat de fuck is dit voor ras? Serieus. Wat de hel. Plusje, het derde rijk. De derde. Plus de derde, oké. Wat de hel. Nou, in ieder geval, ik weet zeker dat ik een heel klein detail heb gehad. Als je op de planeet Mickey aankomt, heb je een zeer ruim aantal van 3 minuten ter beschikking om onze landing veilig te stellen. We zijn ervan overtuigd dat het geen enkel probleem zal vormen. Piloot voor mijn piloot. Ja, vooruit. Ga. Oké. Dus we moeten dus naar planeet Mickey in het Freelex-stelsel. Even kijken. Oh ja, en dit is trouwens iets wat ook nieuw is. Je krijgt hier zo'n ring te zien nu. Dat betekent dat de planeet, we weten niet precies waar het is. Maar het is ergens in die donutsvormige dingen. Dus het kan daar zijn, het kan even die sterren zijn. In ieder geval een ster hierin. Dus daarom dat ook pijltjes naar daar zijn. Ergens hier binnen is het. Dus we moeten een beetje zoeken. Dus we moeten op zoek naar... Oh, we hebben hem. Done. Oké, nice. Oké, jongens. Nou, laten we even kijken. We moeten dus naar planeet Mickey. Hier zo. Planeet Mickey. Oh, wauw. Zij heeft een mooie ring eromheen. Oké, en dan moeten we dus op zoek naar dat beest. Even kijken. Hier zo ergens. Even mijn dingen pakken. Of zit hier zo? Hallo? De hel? Oh, zo eentje. Oh, hier. Oké. Ik heb het plek bij een. Oh, waarom heb ik dat ding meegenomen? Ga weg. Je hebt hem nu niet nodig, want eigenlijk heb je die later wel nodig voor bepaalde. Hoe heet het? Voor bepaalde terraform-dingetjes. Maar in ieder geval. Oh, die Mickey was eigenlijk best wel schattig. Dat is een klein soort van vogeltje. Een soort van een blauwe vogel. Blauw vogeltje. Oké. Nou, in ieder geval, jongens, laten we dan weer teruggaan en het afleveren. En wat was de beloning nou? Ik weet niet eens wat de beloning was, maar in ieder geval. We gaan eventjes naar Nooplank. Nooplank, oké. Schitterend, schitterend. Oh, je 15.000. Nice, money. Voordat ik vraag, nog een andere vraag. Even opladen. Ja, het zal. Diplomatie. Ik denk dat ik hier ook weer een handelsroute tussen wil gaan vestigen. Kijken of dat kan. Ja, yep, oké, nice. We hebben ook weer een handelsroute. Even kijken of er een opdracht is. Geen werk op het moment. Oké. Oeh. Handelaar 1. Twee handelsroutes waarschijnlijk. Krijgen we dan voor de rest iets leuks mee? Nee, helaas. Oké. Ja, we hebben dus nu ook een handelsroute tussen dit ras. Dus we hebben twee handelsroutes op het moment. Dat is ziek. Oké. Oh ja, wacht. Ik wil kijken bij die winkel of ze toevallig zo'n kolonieding goedkoper verkochten. Wil ik even doen. Oh. Ja, ze hebben goedkeuring binnen dit rijk opgeleverd. Open communicatie voor de vaardigheid voor een bondgenootschap. Oh ja, we kunnen ook bondgenootschap doen inderdaad. Laat ik dat maar doen. Want ik vind het ras zo geweldig. Ik wil er gewoon een bondgenootschap van hebben. Goed, ik wil iets bespreken. Diplomatie. Filosofie, excellentie, handelsgoed, weinigen. Van bondgenootschap worden we allebei onze rijken machtiger. Dus tada! Oké, jongens. Nou. Oké, ziet er steeds beter uit. Dus we hebben nu diplomaat. We hebben dus nu een vrienden gemaakt met dit ras. Dus met Plusio de derde. Oké, en we hebben dus nu een van hun schepen hier omheen zitten. En de beste sick schip, beetje blauw schip. Best nice. En dat gaan we dus nu helpen als ik dit zal gaan aanvallen. Dus ja, en hier zie je dus ook een soort van cirkel. Met, ik weet niet precies wat die cirkel nou doet, dat groene ding. Maar dat betekent in ieder geval, het is een bondgenootschap, dus daarbinnen gaan zij mij helpen of zo. Ik denk dat het zoiets is. Nee, even kijken. Ze hebben wel maar één planeet. Ze hebben geen enkele andere planeet. Het is echt gewoon een ras met maar één planeet. Oké. Anyway, even kijken wat hier is. Oeh, dat is. Oh, wauw. Hier zit een. Wil ik gewoon even kijken. Hier zit een planeet in de beschavingsfase. Of de. Ja, beschaving is dat toch? Ik wil even kijken hier, want dat is best wel vet. Dat betekent dat hier als soort steden moeten zitten die aan het battelen zijn met elkaar. Dus, oh, ja. Ik denk het wel. Laten we even kijken. Ah, hier is de stad. Ja, jongens, kijk. We hebben hier al een stad. Gigantische huizen en zo. Oh, dit ziet er een beetje trippy uit. Even kijken. Waar zijn nog meer steden? Dit is wel trouwens een hele mooie planeet. Die bomen zijn nice.
In ieder geval. Oké, okay, wat hier zeker nog eentje. De stad, even kijken. Dang. Al die skyscrapers hier. Holy crap. Maar wat is... Huh? De hel? Oh, dat zijn een soort van... Dat zijn hele rare vliegtuigen. Oké, okay, maar in ieder geval, dat is best wel vet dat we allemaal van deze planeet kunnen vinden. But anyway, ik denk dat we maar een keer eventjes naar dat andere ras gaan hier zo. En ik denk dat ik even wil kijken, misschien dat ik met hun bondgenoten... Nee, ik wil eerst even kijken of hun nog een planeet hebben, maar... Er is één ding nog, dat is mijn hoofdplaneet natuurlijk. Ik wou zeggen, van, waarom heeft dat ras twee hoofdplaneten? Maar het is niet zo. Oké, okay, ik wil even naar het hoofdplaneet in ieder geval van dit ras gaan. En dan even vragen voor een missie. En na die missie ga ik even kijken naar dat ene agressieve ras, hoe het daarmee zit. Goed, even kijken hoe het zit met de handel. Kan ik hier wel dingen goedkoper kopen? Nope. Oh, wacht, we kunnen wel een middelgrote energieopslag kopen uiteindelijk. Voor de rest, ik zit echt te denken om deze dingen te verkopen eigenlijk. Maar ik weet het niet. Het is heel veel geld en ik heb het eigenlijk nodig, dus... ik hou het nog even... Oh, een ramp. Een ramp. Oh, wacht even. In New Plank is er nu een vreemd voorwerp gesignaleerd. Er is een probleem, jongens. Er is een probleem met onze vrienden. Daar moeten we even gaan helpen. Oké, okay, we doen zo die missie wel. Kun je eens even kijken wat er aan de hand is. Wat is er? New Plank, kom eraan. Kapitein, ik wil je niet storen, maar we hebben iets heel mysterieus gesignaleerd op de radar. En we hebben je hulp nodig. Dit onbekende object gaat recht op de beschaving op de planeet Nooplank af. En heeft alle pogingen tot communicatie genegeerd. Het lijkt een soort store-zendtechnologie te gebruiken die we nog niet eerder hebben gezien. We kunnen geen data over krijgen. Kapitein, we vrezen dat dit een Grox-zonde zou kunnen zijn. Oh man, heb je de Grox hier. Vraag gauw kunt onderscheppen. Oké. Okay. Ik help jullie jongens, ik help jullie. Nou, we gaan even kijken, waar is het? Hier zo? Oké, okay. Nou laten we nou maar even inzoomen en kijken wat het is. Oké, okay. Oh, ik hoor van alles. Wat is er? Wow, kijk op de map. Oh god, het is de Grox. Het is de Grox. Holy shit, is dit de Grox. Wat? Met de vernietiging van Sofkaan zei Botano terug trek naar een thuisstelsel, net als jij. Om een nieuw ruimte op te krijgen, om je vloot te herbouwen. Oh, oké, okay. Ik wou zeggen, ik dacht dat ik dood was gegaan, maar... Oh crap, jongen, dit is nog best intens. Groxrijk, jezus, die dingen zijn sterk. Wow, dit is een hele attack, jongen. Ik dacht dat ze zei dat er één mysterieus voorwerp was gesignaleerd. Kijk op de map. Het stikt van die dingen. Wat de hel. Dit kunnen we toch nooit tegenhouden. Wat is dit, man? Wat, gaan ze weg? Ja, ze zijn weg. What the hell? Toen was het buiten wapen. Wacht even. Uitzoomen, want ik hoorde een alarm. Wat de hel gebeurt hier? Was dat het? Of zijn ze... Ze zeggen niet dat ze verder getraveld zijn, hè? What the fuck? Die zijn zo sterk als wat. Daar kan ik eigenlijk niks tegen doen. Oké, okay, communiceren. Hallo daar, terwijl je rondvloog je ruimteschip, hebben wij geanalyseerd, gescand. Eén ding is zeker, de ruimte is zo groot dan we dachten. Oké. Okay. Een paar kleine kolonies is duidelijk niet genoeg. Dus we hebben eigenlijk één kolonie. Sorry. We hebben één kolonie en hij wil dat ze meer gaan doen. Dat is ook iets wat ik wil doen. Je zult zelf aan de kolonie moeten komen, aan de pack moeten komen. Je zijn niet goedkoop en het controlecentrum kan je niet zomaar uitdelen alsof het snoepjes zijn. Aha. Snoepjes is altijd voor de lunch. Geen probleem. Fantastisch, groot, want het mag zijn bezoek planeten en andere sterrenstelsels. Als je redelijk lapje grond ziet, gebruik je het kolonisatiedingen. Yep, is goed. Is goed. Dus repareren en opladen. Hebben we even nodig. Dus, maar ja, wat ik dus nou even wil doen. Kijk, hier zijn dus een aantal dingen die we dus kunnen kopen. Weet je wat? Ik ga die niet gewoon verkopen. Ik denk dat ik het ga verkopen, maar wel naar een andere ras die het voor iets meer... Want dit ding kon ik voor mij voor 90 bij een bepaald ras verkopen. Dus dat wil ik wel doen. Dus anders hoort ook helemaal een... Dingen worden helemaal volgetouwd, denk ik. Dus, oké. Okay, laten we dan maar dit D-ras kijken. Oké. Okay, dus als het goed is, ga ik dit uiteindelijk ook overnemen. Deze planeet. Oh god, ik neem deze planeet over. Oké. Ah, wel. Waarom ook niet? Wat wil ik graag bespreken? Opladen. Oh. Even kijken. Nee, ze verkopen hier niks. Helaas. Ze verkopen hier niks wat ik wil. Oké, okay, dit ding.
Oké, jongens, ik denk dat ik het ga verkopen. Ik weet dat dit ras dan alles heeft, dus mocht ik het ooit weer terug willen, kan ik het gewoon terugkopen voor dezelfde prijs, dus dat is mooi. Holy dang! Voor 8000 kopen die dat in. Holy dang. Ja, deze dingen ook. Ik verkoop gewoon even alles. Oké, all the money. Oké, we kunnen dit niet kopen voor grote energieopslag, maar ik denk dat ik dat nu nog niet doe. Oké, tot ziens. Wauw. Oké, jongens, ik ga even wat meer rode specerijen ophalen. Dat is iets wat ik ga doen. Oké, nou, die heeft niks. Wacht, misschien de kolonie heeft misschien wat. Heeft mijn kolonie toevallig wat rode specerijen? Ja. Even kijken. 5. Nice. Oké, die kan ik weer verkopen voor 40 dingen, dus... Dang, maar dat is echt super duur. Ben ik echt, of dat super, voor super veel willen die inkopen. Dus daar ben ik super blij mee. Zo, ben ik weer ontvangen. Handel. Oeh, 9 is het trouwens bijna. Yeah. Oké, 321.000 spoor dollar. Niet verkeerd. Oké, maar nu moet ik dus een beetje bij ras kijken voor dingen om te kopen. Ik weet niet of het per planeet anders is. Ik denk het wel. Maar we zullen even kijken. Dus, oké, even praten met jou. Ga goed, handel. Nee, het is toch per ras. Oké. Gaan we even kijken hoe het zit met dat ene blauwe ras hierboven. Ons bondgenoot. Kijken hoe het met hun gaat. Dus even kijken. Kijk, nu moeten we echt nog heel moeilijk doen van planeet naar planeet gaan om eenmaal daar te komen. Maar uiteindelijk kunnen we dan in één rechte lijn doen. Als we onze drive upgraden. Wat we nu nog niet kunnen doen. Maar het duurt als goed is niet zo heel lang meer. Oké, okay, oh, ze willen praten. Bedankt, dus jou zijn we er nog. Nice. Oké, okay, geen dank. Handel. Heeft deze... Ja, deze heeft er een. Oh, redelijk goedkoop. Want ik weet dat zo'n thuisplaneet kost die 150. Dus... What the fuck? Wat? Ik weet niks van spoor. Ik weet niet of 20.000 veel is. Maar volgens mij wel. Dus ik heb eigenlijk voor dat heb ik gratis dit ding gekocht zojuist. Dang, wat is dit? Mini-puls, zwak schot in een rechte lijn. Goed tegen doelwit op de grond. Nee. Dit wil ik eigenlijk wel. Dat lijkt me wel sick. Oké, de autoblaffer. Dat is een verdedigingswapen die ik nu waarschijnlijk altijd heb. Maar je 20.000 alsjeblieft zeg. Holy crap. Oké, manjes van alles. Oké, wat houdt dat in? Wacht, even kijken. Badges. Admiraal. Wat dan? Oh, er zijn ook speciale badges. Oké. Okay. Missielijst. Bevelhebber. Wat is dit? Oh ja, sociale wapens en zo. Oké, okay, je kunt even kijken welke ik al heb unlocked. Voor de rest nog niet zo heel veel, hè? Hoofdgereedschappen nog niet. Kolonisatie. Kijk, daar heb ik voor de rest nog niks gedaan, want dan kunnen we voor de rest ook veel beter doen. Van deze boeken kan ik een heleboel doen. Oh, wacht. Ik heb van alles heb ik er één. Behalve atmosfeergenerator. Dus misschien dat ik die nodig heb, maar... ja, laat even slim doen. Als we even kijken naar hier. We hebben dus één droogtegenerator, een meteorietregen en een ijsstorm. Dus dat zorgt dat we kunnen de temperatuur aanpassen. En we kunnen de droogtegenerator kunnen naar beneden halen. Dus we moeten een planeet zoeken met een te hoge atmosfeer om te koloniseren. Dus oké, laten we dat maar doen. En ik wil er eentje doen hier ergens in de buurt. Dus ik wil een beetje... Kijk, we hebben een beetje die kant zit een beetje de enemies van ons. Of tenminste, die niet blij zijn. Dus ik denk dat we meer die kant op kunnen gaan. Wacht, welke kant is dat op? Een beetje verder weg dan wel, maar ja, het zal wel. Dus oké, laten we maar op zoek gaan naar een mooie planeet. Dus even kijken of hier een leuke planeet zit. Ik ben benieuwd. Nou, even kijken. Oeh, yep, er zitten twee leuke planeten in ieder geval. Even zien. Je hebt 15 zonnestelsels ontdekt. Je kan nu wat nieuwe dingen doen. Nice, oké. Okay. Maar goed. Oh, daar zit iets speciaals. En dit zijn gele resources. En dit is groen. Of ja, een beetje saai, een beetje groen. Ik ga eerst even op deze kijken, want daar zit iets speciaals. Kijk zo meteen al. Even kijken of dit een leuke planeet is. Dus ja of nee. Oh, wauw. Deze planeet is 1,5 water. Deze planeet is 1,5 water. Holy dang. Dit is een planeet waar we niet echt iets op kunnen doen, denk ik. Of, ik denk wat we moeten doen. Is, want ik kijk even naar dingen. Het is een te lage atmosfeer. Dus dit gaat sowieso niet worden dan. Want we kunnen hem alleen maar verlagen. We kunnen hem niet verhogen op het moment. En het is te koud. Dus misschien dat het duidelijk is dat er zoveel water is. Maar goed, dus deze planeet wordt helaas niet. Want deze die kunnen we op het moment niet doen. Maar misschien deze. Het is een warm planeet en we kunnen hem kouder maken. Dus laten we even kijken. Ik ben benieuwd. Even zien. Nou, even kijken hoe die zit. Ook een te lage atmosfeer. We moeten echt eentje zoeken met een hogere atmosfeer. Jammer. Maar even kijken, dit is niet vet. Het is een paars planeet met geel dingen en rood. Oh wacht, er zat iets speciaals inderdaad. Wil ik even kijken. Cargo, moeten we even ophalen. Hopelijk weer een artefact.